Goeiedag en leuk dat je kijkt naar alweer de 7e Gastric Bypass vlog. De tijd vliegt voorbij. Ik bedoel, het is nu alweer 7 weken later en ik ben nog steeds niet geopereerd. Hoe dat dan? Maar als het goed is, hoor ik vanmiddag eindelijk of het gaat gebeuren. Want dan zijn de uitslagen bekend van de onderzoeken die ik afgelopen week heb gehad. Ik moet zeggen, ik dacht, dat doen we wel even die onderzoeken, maar dat viel dus zwaar tegen. Je krijgt een of andere radioactieve stof ingespoten, waardoor ze je hele hart kunnen zien en weet ik veel wat allemaal gewoon. Dan word je in zo'n buis gelegd, worden er foto's gemaakt. Nou, ik dacht, dat doe ik wel even, maar dat viel dus zwaar tegen. En plus dat je nog een keer 2 dagen moet, dus het is ook nog gewoon best wel tijdrovend eigenlijk gewoon. Op mijn toch wel niet zo drukke schema, dus maakt allemaal niet uit. Maar die zijn gedaan en als het goed is wordt vandaag ernaar gekeken door de cardioloog. En dan wordt er eindelijk een besluit genomen of ik wel of niet aanstaande vrijdag geopereerd kan worden. Andere vetcampgenoten die zijn ondertussen al wel geopereerd met wisselende resultaten. Ja, zo waar. Bij een aantal is het goed gegaan. Bij eentje is het helemaal niet goed gegaan. Dan hebben ze de maag gewoon te dicht geniet. Waardoor ze eigenlijk helemaal niks meer binnen konden houden. Alles maar dat eruit moest gooien. Als het goed is, is ze afgelopen zaterdag weer geopereerd. Dus laten we hopen dat het goed gaat. En bij weer een andere vetcamper, die kan niet meer goed slikken. Ook vervelend gewoon. Volgens mij zijn ze daar nog mee bezig. Daar heb ik eigenlijk geen laatste update van. Dus ja, weet je, dus 2 van de 10 is niet helemaal goed gegaan. Ik moet nog met nog een paar anderen de komende tijd. Dus laten we maar hopen dat dat goed gaat gewoon. Ja, verder is het gewoon nu maar een beetje afwachten. Het is, mijn dieet gaat nog steeds helemaal prima. Ik hou me er braaf aan. Hier en daar af en toe een wijntje. Zoals van de week op verjaardag een beetje wijn gedronken. Maar dat mag de pret niet drukken. Dat kan ook niet meteen je hele dieet omgooien natuurlijk gewoon. En en maar een beetje wachten. Het is niks ergers dan wachten op een operatie, moet je zeggen. En ik wacht natuurlijk nu al een jaar. Dus het schiet niet echt op. En ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Als je het leuk vindt, druk op een blauwe duimpje omhoog. Volg me op mijn Facebook, Bastiaan van Schaik. Of op YouTube, Bastiaan van Schaik. En of op al mijn social media kan je me natuurlijk ook volgen. Instagram en zo. En ja, laten we hopen dat ik vanmiddag een positieve uitslag krijg voor de operatie van aanstaande vrijdag. Zo niet, dan ga je het ongetwijfeld horen. Bedankt in ieder geval weer voor het kijken deze week. En ik zie jullie volgende week. En dan misschien geopereerd. Hoe spannend is dat? Tot ziens!